Yo, daar ben ik weer. Vorige keer sprak ik Yannick Wildschut van VVV en vandaag spreek ik Robert Klaassen, aanvoerder van AZ A1. Wij gaan hem vragen wat zijn visie is op de Champions League en op het EK. Maar natuurlijk ook over zijn eigen carrière. Let's go. Ik zit hier met Robert Klaassen, aanvoerder van AZ A1. Introduceer jezelf. Ik ben Robert Klaassen, ik ben 18 jaar, kom uit Amsterdam en ik speel voor AZ. Cool, hoe is jouw voetbalcarrière begonnen? Ik ben om 6e begonnen bij Seburgia hier in Amsterdam. Mm-hmm. Toen ben ik al vrij vroeg gescout door Ajax en heb ik in totaal 5 jaar gespeeld. Ben ik een jaar naar Haarlem gegaan en ja, daar ben ik weggeplukt door Feyenoord. Maar ja, bij Feyenoord is het niet wat het geworden is, ben ik na een paar maanden weggegaan. Mm-hmm. Ja, en AZ toonde toen belangstelling en ja, dat, daar ben ik toen naartoe gegaan en dit is nu mijn 4e jaar nu. Dus, en nu een contract ook, dus gaat goed allemaal. Hoezo werkte het niet bij Feyenoord? Ja, een hele andere cultuur, ook andere stad, het reizen. Ja, dat is allemaal veel te ver. En, ja, AZ is meer een warmere club dan Feyenoord. Het is allemaal een beetje kil daar. En, ja, je moet allemaal op jezelf zijn. En, ja, dat was niet echt wat voor mij. Oké. Wie is jouw favoriete speler? Xabi Alonso van Real Madrid. Waarom? Ja, hetzelfde type speler. Je moet het ook van de passing hebben. En staat op het middenveld, dezelfde positie. Ik speel bij mijn favoriete club, dus ja, alles eigenlijk wel zo'n beetje. Met wie zou je jezelf kunnen vergelijken? Ja, ik denk ook wel met Theo Jansen en vooral Nederland. Ook een linksboot, goede trap, ja, goed inzicht. Nou, we zitten hier natuurlijk ook om jou te vragen over de Champions League finale en het EK. De Champions League finale, terechte finalisten? Nou ja, terecht. Ik denk dat Bayern München het wel goed heeft gedaan tegen Real Madrid. Maar ja, Chelsea, dat heeft meer tegengehouden dan gevoetbald. Dus ja, het mooiste was natuurlijk Real Madrid-Barcelona. Mm-hmm. Maar ja, terecht, ze staan er wel, dus ja, het zou wel terecht zijn. Wie denk je dat er gaat winnen? Ik heb zo'n vermoeden dat Bayern München toch gaat winnen. Ook spelen thuis in de Allianz Arena, dus ja, die hebben wel een voordeel. Je bent volgend jaar geen jeugdspeler meer. Nee. Wordt het Jong AZ of de A-selectie? Ja, bij AZ trainen ze in één grote groep, de tweede en de eerste trainen samen. Dus ja, je zit in de selectie en ja, ik moet mijn kans gewoon pakken en hoop op speelminuten volgend jaar. Maar ja, zoals het er nu uitziet, wel in de tweede. Het EK, dat zit er natuurlijk ook aan te komen. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker, tuurlijk. Altijd leuk weer in de stad ook. Hoe ver denk je dat Nederland gaat komen? Ja, ik denk dat Nederland wel goed gaat doen op het EK. Iedereen heeft nu een perfecte leeftijd, 27, 28. Ze hebben natuurlijk op het WK vorig jaar of 2 jaar geleden goed gedaan. Ja, ik heb wel vertrouwen in. Er is natuurlijk een klein dilemma gaande. Wie ze op moeten stellen, Huntelaar of Van Persie? Wie zou je opstellen? Nou ja, ik ben fan van allebei, dus ja. Ik zag allebei gewoon doen. Wie moet daar dan voor wijken? Ja, Dirk Kuyt of in ieder geval. Ze moeten samen spelen. Je bent ben je een controlerende middenvelder. Is dat ook je favoriete plek? Ja, zeker. Dat is zeker een goede positie. Mm-hmm. Bij AZ speel ik wat meer aan de verdedigende middenvelden. Maar dat komt omdat ze eigenlijk zonder een echte linkshalf spelen. Maar ja, mijn voorkeur ligt wel op linkshalf. Dat je gewoon gaan, verdedigen, gaan. En dat is wel mijn favoriete positie. Waar is Robert Klaassen over 3 jaar? Ja. Basisspeler bij een eredivisieclub. Mm-hmm. Ja. Misschien welke? AZ? Ja, ik denk het wel. Zoals het er nu uitziet wel. Geen Ajax? Ja, je weet het nooit, maar ja. Zoals het nu uitziet, AZ. Oké. Okay. Je zit onder de tattoos. Dat zie ik vanaf hier. waar staan die voor? Hebben die ook een bepaalde betekenis? Alle tattoos hebben wel een speciale betekenis. Voor familieleden en... Ja, daar staan ze allemaal wel voor. Ik zag ook een paar sterren en ertussen staan. Ben je niet gewoon een Ajax-ziet? Nou ja, ik heb ook de 3 kruisjes van Amsterdam op mijn elleboog staan. Dus gewoon een Amsterdammer. Volgende keer spreken we weer een andere voetballer. Ik wens Robert in ieder geval heel veel succes met zijn wedstrijd. Dankjewel. Tegen een bijna gedegradeerde club. Ja, ik denk het wel. Moet wat te doen zijn, toch? Ja, natuurlijk. Moet te doen zijn in het stadion, dus het komt helemaal goed. Okay, nou, je bent in ieder geval ook... lid van het team van ondertussen, met je shirt aan. Ja, mooi shirt. Dankjewel. Top. Dit was hem.